surfen op de golven van het universum vergt zelfinzicht en discipline. Surfen op de golven van het universum vergt zelfinzicht en discipline. Zeker in deze donkere tijd, deze donkere dagen waar we nu in verkeren, waar we al een hele tijd in zitten. Zie anders ook mijn eerdere podcasts. Het is niet voor niets donker nu. Het regent ook. Maar na regen komt zonneschijn. Het is dus heel erg belangrijk om je eigen licht te laten schijnen. Te laten stralen. Misschien ziet er dit een beetje vreemd uit. Het is ook een beetje lastig lopen zo. Maar het gaat om de metafoor. Waar is jouw licht? Hoe laat je jouw licht in deze tijd schijnen, stralen? Hoe laat je jouw licht niet afpakken? Want, ja, heel eerlijk, af en toe gaat bij mij het lampje ook uit. Negatieve gevoelens. Gevoelens van ik zie het niet meer zitten. Komt het wel goed? En sommige mensen die zijn natuurlijk altijd positief. Alleen ik weet wel beters dat die ook hun slechte momenten hebben. Heeft iedereen. Alleen het gaat erom dat je jezelf weer opraapt. Bij elkaar raapt. En je eigen licht weer laat schijnen. En weer doorgaat. Nooit opgeven. Altijd doorgaan. Zeker in deze tijden. Dus omring je met mensen waarvan je veel meer energie krijgt. Die jou ook energie geven. En die jij ook energie kunt geven. Dus dat het wederkerig is. Volgens de wetten van het universum. Je trekt die mensen aan die je verdient. Nou, het is... Goedemorgen, lieve mensen. Ben ik helemaal vergeten de introductie. Het is nu 5:30. En het wordt al een beetje licht. En ik was vanmorgen om 4:30 al wakker. Want ik was even op de bank in slaap gevallen. Ik moet even opletten waar ik loop. Want daar lig ik hier gewoon op mijn gezicht. En dan sta ik ook nog op, want dat hoort ook bij het leven natuurlijk. Want zowel in het geestelijke kun je vallen. En ja, dat kan ook lichamelijk gebeuren. Dus hè, zo binnen, zo buiten. Je doet, hè. Maar in ieder geval, ik was iets aan het vertellen. Ik was op de bank in slaap gevallen. Want en rond een uur of 4 vannacht ben ik weer naar boven gelopen. Even op bed gaan liggen. Ja, tot 4:45. Ik kon gewoon niet meer slapen. Zoveel energie. En wie wil ik daarvoor bedanken? Natuurlijk ook Joyce, mijn partner, en Laurens en Bahar en de kids die gisteren bij ons op visite zijn geweest. Wat een energie! Wat een positiviteit! En we hebben elkaar 7 maanden niet gezien. En we kennen elkaar dankzij de podcast die ik maak, hebben ze met ons contact opgenomen. En ze komen uit Katwijk. En zodoende hebben we zo af en toe contact, zeg maar, dat we elkaar ook even zien. En het mooie is dat je, als je dan gaat kijken, zeg maar, 7 maanden geleden en nu. En als je dan gaat zien de spirituele, geestelijke groei van een ieder. Hoe mooi dat is. En dat we ieder op onze eigen manier surfen op de golven van het universum. Hè, sommige mensen denken, dit is de weg of dat is de weg. Je hebt alleen je eigen weg te lopen. Je eigen gevoel te volgen. En als anderen je daarmee kunnen inspireren en je kunt daar, zeg maar, dingetjes uitpakken dat je denkt, hé, dat werkt ook voor mij. Of je kunt ervan leren. En het is ook mooi om te zien hoe anderen groeien en je kunt elkaar dat gunnen. Dat is energie. Dat is het licht in deze tijd die we nodig hebben en waar je naar op zoek moet gaan. Het begint steeds harder te regenen eventjes, maar ik laat me niet uit het veld slaan. We gaan gewoon door. We geven niet op. Want de energie
Ja, je trekt die mensen aan die je verdient. En vandaar dat ik nu deze morgen hier de podcast op het nemen ben. Ik barst van de energie. En dat komt natuurlijk ook door de energie van gisteren. Hoe mooi is dat? En als je dat bij wijze van iedere dag zou kunnen creëren. Dat veel meer mensen in gaan zien. Want het wordt nu ochtend. In de grote tijd wordt het ook ochtend. Dus steeds meer mensen gaan de leugens doorzien en noem maar op. Alleen dat kost tijd. Maar stel dat dadelijk 25% of 50% ontwaakt is. Wat kun je dan creëren? Wat gaat er dan ontstaan? Dan stuiteren we hier de bomen in en uit bij wijze van. Hè? Om het zomaar even uit te drukken. Hoe gaaf is dat? Dus er staat een hele mooie tijd te wachten. Alleen, ja, daarvoor zal het nog even donker blijven. En daarvoor moeten we nog door de hals van de fles. Maar oké, dat is dat. Maar daarnaast, ik wil jullie ook meenemen in het verhaal. Ik kan me ook richten op het negatieve, want er komt ook heel veel negativiteit op me af. Want ook de bewustzijns... spiralen die je in het verleden gecreëerd hebt, toen ik ook nog onwetender was, laat ik het zo even zeggen, want we blijven altijd onwetend op heel veel vlakken. Je kunt er alleen maar bewust worden dat je heel weinig weet en als je daarvan bewust bent, ben je ook heel voorzichtig en ga je ook op de golven van het universum meebewegen. En dan ga je ook vaak niets doen, dan blijf je in rust, dan denk je van waar brengen ze mij nu naartoe? Dat wil niet zeggen dat je alleen maar op de bank moet gaan zitten, want dan gaat er ook niets gebeuren. Maar je hoeft heel vaak gewoon niet in te grijpen. In India, volgens mij is het in India, zeggen de mensen ook... ik denk niet, dus ik besta. Dat wil niet zeggen dat je roekeloos rond moet lopen. Maar je dient je hart te volgen. En waar je dan bent, is goed. En... ik moet even wat stiller zijn, want ik loop nu langs een huis. Hier in de bossen. Het is ook wel grappig om er even over uit te wijden, want ja, deze podcast ontstaat helemaal spontaan. En ik heb met mijn kinderen en mijn vrouw hebben al gevisualiseerd dat we hier in de toekomst willen gaan wonen. In ieder geval hier in deze buurt. En dat, mooi bij de bossen, tenminste de boompjes die er nog staan. Maar dan kunnen we daarna weer een deel van de bossen terugplaatsen of weer iets teruggeven. En misschien is dat een hele grote droom. Maar je kunt beter groot dromen, groot visualiseren en dat met meerdere mensen doen, met je gezin of met vrienden of net wat je wil. En daarin geloven. Want ja, er zijn ook nog genoeg mensen die geloven in de leugens van corona. Nou ja, ik loop hier even door, want anders lig ik straks ergens op de grond. Eventjes binnen doorwegje, over de harde weg. En die geloven nog in de leugens. Nou ja, dat kan. En ik snap dat sommige mensen dat nog doen. Als je in ieder geval in die angstvibratie zit. Want dan zit je in de lage vibratie. En dan ben je daar vatbaar voor. Dus visualiseer wat je graag wil hebben. En het is nu de tijd, omdat het jaar bijna om is. En we gaan weer een nieuw jaar in. Dus maak voor jezelf een gameplan. Zoals ik ook ieder jaar doe. Maak een gameplan. Waar wil je naartoe? Hoe is het afgelopen jaar gelopen? Goed om te evalueren. Maar waar ik naartoe wil, er komt ook heel veel negativiteit op je af. En zo ook bij mij, bij mensen of familie die ik liefde toezend. Maar waar ik in het verleden wat minder tactisch op heb gereageerd om te vertellen van hoe het een beetje zit. Hè? Heb je dat nooit gehad dat je zelf zegt van ja, hey, nou ben ik er wel een keer klaar mee. Nou zal ik eens een keer vertellen hoe het zit. Ja, heel eerlijk, dat is je ego. En nou, dat is al een hele tijd geleden dat ik dingen heb gedaan. Alleen dan zijn er mensen die mij verwijten dat ik tweestrijd heb gecreëerd. Of dat mijn ouders bijvoorbeeld met iemand in een familie iemand geen contact meer hebben. En dat ik de aanstichter daarvan ben. En dan krijg ik best vervelende berichten toegestuurd die heel persoonlijk zijn. En het mooie is, ja, ik zend die mensen liefde toe. Want ik... die mensen zitten in een lage vibratie. En toen ik het berichtje in het begin kreeg, werd ik best wel boos. Dat moet ik heel eerlijk zeggen. Alleen, dan gaan ze op je gebroken teen staan. Hè. Dat is een van mijn eerste podcasts. Hè. Dan doet het even zeer. Alleen, dan ging ik erna denken van, oh, is Leon, wat gebeurt er met mij? En dat gebeurt er dus als je jezelf gaat observeren of een beetje langs jezelf gaat staan. Dan kun je eerder zien dat je boos wordt of emotioneel getriggerd wordt. Nou,
heel eerlijk, heel vaak lukt het ook nog niet. Maar nu lukte het dus wel. En ik denk, hé, hier moet ik anders mee omgaan. Die mensen zijn ergens in geraakt. Alleen dat is hun of haar pijn. Dus ik heb het vooral dicht bij mezelf gehouden. En ja, ik kreeg best wel vervelende verwijten naar mijn hoofd geslingerd. En dan kun je op de inhoud ingaan. Nou, ik heb gewoon gezegd, de waarheid ligt altijd in het midden. Als je met één vinger naar iemand wijst, wijs je met drie naar jezelf. Wijs maar eens naar iemand, je wijst met drie naar jezelf. Dat geldt voor jou, maar dat geldt ook voor mij. Dus ik pak voor mijzelf de lessen eruit. En ja, je kunt dat voor jezelf ook doen. Nou ja, die les werd mijn inziens dan nog niet helemaal begrepen. Maar oké, dat geeft niet, dat komt misschien wel. Dus ik heb dat wel los kunnen laten. Want je hoeft niet over je heen te laten lopen in die zin dat je alleen maar modder over je heen gegooid krijgt. Dan kun je best een keer zeggen, ja, ik vind dit niet prettig. Je mag vinden wat je vindt. Als je vindt dat ik bijvoorbeeld de klootzak ben, dat ik de aanstichter ben, hey, prima. Maar ik denk er anders over. En ik vind het niet prettig. De appjes die me, dus ik had een ingesproken bericht teruggestuurd. Want ik kon niet bellen, want de telefoon werd niet opgenomen. En dat respecteer ik ook, vind ik ook prima. En dus ik heb gezegd, ik respecteer jullie als mens en ik zend jullie liefde toe. Maar ja, ik vind het niet prettig wat er nu allemaal over me heen wordt gegooid. En als jij dat wel prettig vindt, dan is dat prima. Maar ik vind het niet prettig. Dus ik heb het vooral dicht bij mezelf gehouden. Het gaat er niet om mensen te veroordelen. Maar het gaat erom om jezelf ook in het licht te zetten. In de kracht te zetten. En je lessen eruit te halen. Het is ook mijn eigen schuld dat ik het terugkrijg, omdat ik in het verleden wat minder tactisch heb gereageerd. Dus ik probeer vooral mijn eigen lessen eruit te halen. Want ik kan wel zeggen wat de ander moet leren, maar dat gaat niet lukken. Dat gaat niet lukken. En om zelf verder te kunnen, om zelf verder te kunnen, is het belangrijk om anderen te vergeven en niet met die ballast te lopen. Dus uiteindelijk, eventjes, ik moet een beetje draaien, want de camera werkt nu minder goed. Uiteindelijk gaat het erom, als je jezelf vergeet en je door kunt, dat je niet rancuneus bent, dat je niet, ja, de boosheid mag er zijn, alleen die dien je dan te transformeren in een kracht. En uiteindelijk heb ik hun bedankt, ook liefde toegezonden, in mezelf gewoon, hè. Maar ook bedankt voor die les die ze mij nu leren. Omdat de bewustzijnsspiralen zich dus herhalen. En, ik dus de kans heb gekregen om dit weer om te zetten. Nou, dat is dus gebeurd. En dan zijn gisteren Laurens en Bahar geweest. Was hartstikke leuk. En dan kun je op een hogere energie doorgaan. En Tineke trouwens bedankt ook, hè, voor dat je Laurens en Bahar ook het filmpje van mij hebt laten zien destijds van de vlog. Want ja, nou hebben we mooi contact. En ja, we hebben elkaar vorige keer ook gesproken. Was ook hartstikke leuk. Ja, ik doe dit even spontaan. En ja, het is gewoon hartstikke mooi om hiermee bezig te zijn. Nu iets minder, want het begint steeds harder te regenen. Alleen na regen komt zonneschijn. En zo is het ook met bijvoorbeeld met de zwemles, dat wij onze zoon buiten om hebben moeten kleden. We wilden eigenlijk van de zwemles af, maar hij is bijna klaar met zijn zwemmen. Dus we hebben dat toch door laten gaan. Alleen dan ontstaan er ook mooie dingen. Een vrouw zegt, zal ik jouw zoontje even afdrogen? Er ontstaat toch iets menselijks. En dat zijn dan de lichtpuntjes die je ziet, dat er heel veel mensen ook nog een hart hebben die hun hart laten spreken. En bij mensen waar dat nog niet gaat, nog niet gebeurt, ja, die dienen we ook niet te veroordelen. Want vuur kun je niet met vuur bestrijden. Hè? Dat kun je alleen met water bestrijden. En woede of haat kun je alleen met liefde bestrijden. Oh, ik heb hier is weer een lampje, zie je? Weer een lampje, een lichtje in de duisternis. Een lichtje in de duisternis. Dus, Dus ik ben er dankbaar voor. En ik wil jullie ook nog meenemen
Misschien toch maar even laten testen. Ach, grapje. Ja, en vooral humor, hè. Doe er vooral humor in. Want met humor, ja, kom je door deze tijd. En een paar weken geleden heb ik op het kanaal zelf werken, of heb ik met mijn vader een heel mooi... Oh, er was een gat hier. Heb ik met mijn vader een heel mooi interview opgenomen over het labyrinth. Bij Erik Verkuijlen. Dat was super mooi, het labyrinth. Heel veel mensen denken dat dat een doolhof is. Maar je labyrinth is eigenlijk je leven. En die komt vrijdag live. Ja, ik zou zeggen, abonneer zeker op het kanaal Zelfwerkzaamheid. Of kijk er zeker op. Omdat daar zoveel lessen in zitten van het leven. Waaruit je kunt putten. En pak eruit wat voor jou werkt. En ga er eventueel mee aan de slag. Een gratis tip. En kijk ook naar de artikelen. Want er staat nu ook een artikel over het labyrinth. Waarvoor ik Guido heel hartelijk wil danken voor zijn inzichten. Want om maar even te zeggen. Ik, zoals je weet schrijf ik iedere dag. Ik heb een journal en zo. En ik heb ook een keer gevraagd van. Het zou mooi zijn als er een soort spirituele leraar op mijn pad zou verschijnen. Waar ik heel veel van kan leren. Nou ja, die is... gekomen, zeg maar. Misschien vindt Guido dat te veel eer. Dat zou kunnen, maar ja, ik niet. Want ik ben daar heel dankbaar voor dat ik daar zoveel van mag leren. En dat ik die artikelen mag plaatsen. Ook ik ben onderweg. Net als jij die dit kijkt. Dus zet jezelf in het licht. Richt je op het positieve. En zet anderen in het licht. En vergeef anderen... hun zonde, zodat je zelf ook verder kunt en niet met woede door kunt gaan, want anders kun je niet op een hoger niveau vibreren. Hiermee wil ik, eventjes kijken dat ik een beetje zichtbaar ben, want het is echt, het is nog hartstikke donker, dus ik weet niet hoe dit straks overkomt, maar het gaat ook om wat er verteld wordt en of het met je resoneert en... Ik zou zeggen, maak er een schitterende dag van. Want uiteindelijk telt iedere dag en het huidig moment. Dus surf op de golven van het universum mee. En wat ik vroeger deed was, ik was altijd met de vierde, vijfde, zesde of tiende golf bezig. Terwijl ik de eerste golf nog niet eens onder controle had. Waardoor ik daar weer vanaf donderde. En nu begint het weer licht te worden hier bij de lamp. Waardoor ik daar weer vanaf donderde. En uiteindelijk doodongelukkig werd. Omdat ik niet in het moment zat. En niet van het moment kon genieten. Nou. Dus surfen op de golven van het universum vergt zelfinzicht en discipline. En vooral genieten. Ik wens jullie allemaal een schitterende dag toe. En hou je haaks in deze tijd. En als je het even niet meer zo ziet zitten, zoek mensen op die ook een helder licht hebben, zodat je hoger kunt vibreren. Vergeef andere mensen hun zonden en hun daden die ze eventueel jou hebben aangedaan. Want uiteindelijk ben je er wellicht ook sterker door geworden. Dus je kunt ze er ook voor bedanken en zet het om in een kracht. Namaste, veel liefs. Doei doei.